Hallo iedereen, welkom bij Vlogmas dag 5! Vandaag ga ik vragen beantwoorden die ik altijd genegeerd heb. Dus vragen die ik nooit beantwoord heb en die ik een beetje langs me door heb laten gaan omdat ik ze niet wou beantwoorden. Maar vandaag is your lucky day en ga ik ze wel beantwoorden. Ik heb een kletske kava nog, want that's how we roll in Talisa's apartment. Vrijdagavond kavatje. Ik ga zelfs nog iets doen, dus zo zielig ben ik nu ook weer niet dat ik alleen hier zit kava te drinken. Alhoewel, dat is niet eens zielig. Nee, helemaal niet. Daar zou ik ook heel erg van genieten. Maar ik dacht, ik ga al een paar vragen beantwoorden. Ik weet niet of er al veel binnen zijn, want ik heb hem eigenlijk net gepost. Heb je een friend with benefits? Of friends with benefits? Nee. Ik heb geen friends with benefits met iemand. Nee. That's not going on in my life at the moment. Heb je ooit iets gedaan met Connor Maynard? Ik gok dat dat bedoeld is op de backstage toen ik samen met mijn vriendinnen bij Connor Maynard was. En het antwoord daarop is ja. Meer ga ik daar niet over zeggen. Er is ook een vraag. Als er een van mijn exen op de begrafenis van mijn oma was. Op zich een rare vraag. Maar oké, ja. Sam was op de begrafenis van mijn oma. Sam en ik zijn 10 jaar samen geweest. Dus we have a special bond. En ik ben heel dankbaar dat hij op de begrafenis was. Hoe kunt je met mij daten? Ik ben momenteel niet beschikbaar om te daten. Groetjes. Hoe lang is het gedaan met mijn vorige relatie en waarom? 5 à 6 maanden of zo, denk ik. Weet niet, I'm not really counting. Maar ik denk bijna een half jaar, ja. En waarom? It wasn't working. En als ik er nu aan terugdenk, dat was gewoon echt een toxic relationship. Waarom zeg ik zoveel Engelse woorden trouwens? Het zal de kava zijn. Maar ja, het was echt toxic. En het ergste is dat zoveel mensen er mij voor gewaarschuwd hadden. Ja. Yeah. I was in love, what can I say? Dus ja, we hadden ook natuurlijk goede momenten, of course. Maar ja, het werkte gewoon niet. Het werkte gewoon niet tussen ons. Ook daarover komt er de vraag wie het gedaan heeft gemaakt in mijn vorige relatie. Ik heb het gedaan gemaakt omdat ik gewoon de bullshit beu was. Dus ja. Volgende vraag is, waar heb ik mijn katten gekocht? Goede vraag, want die beantwoord ik echt nooit. Ik heb die bij een broodbakkerij gekocht. De naam is Hoeve Hoogland. En please, ga geen katten daar kopen. Ook geen honden. Ik ga er niks kopen, alsjeblieft. Please, doe het voor mij. Nee, mijn katten zijn ook allebei heel ziek geweest. En ik heb heel veel geluk dat ze nog leven. Next question. Heb ik momenteel iemand nieuw, tussen haakjes, in mijn leven? Misschien. Ja, er is wel iemand. Maar it's too soon to talk about. We zullen zien waar het naartoe gaat. En ik hoop heel hard dat het de goede kant uit gaat. Dus we zullen zien. Hoe is het om alleen te wonen? Ik denk dat ik die vraag wel misschien al eens heb beantwoord. Ik weet het niet. Maar alleszins is het heel leuk om alleen te wonen. Ik woon heel graag alleen. Ik vind het ook leuk om gewoon tijd met mezelf door te brengen. Klinkt misschien raar, maar ik ben best graag eens avondjes alleen thuis. Dat ik gewoon mijn eigen ding kan doen. Dus ja, ik vind het best leuk om alleen te wonen. Het is even terug aanpassen van ja, dingen doen in het huishouden en zo. Want ik heb 6 maanden of zo bij mijn ouders gewoond. En af en toe dat ik bij mijn ex-vriend toen bleef slapen. Ik woon nu al 3 maanden al. Wacht. Zelfs bijna 4 maanden alleen. De hele tijd gaat zo snel. Maar ja, I really like it. Gewoon, het is echt fijn om alleen te wonen. Ik woonde graag alleen op mezelf. Maar ik woonde ook wel graag bij mijn ouders natuurlijk. En ik hoop one day dat ik ook wel terug ga samenwonen met iemand. Maar
dat zullen we in de toekomst zien. Iemand vraagt, ga je vlogmas doen? We're in vlogmas! Dus ja, ik ga vlogmas doen. Ben ik aan het daten, zoals ik net zei. Dat er misschien iemand nieuw is in mijn leven, dat we wel zullen zien waar het naartoe gaat. Ja, ik ben aan het daten. Geloof ik nog in de liefde? Ja, zeker. Ik ben een vis. En vissen zijn in love with love. Vis van sterrenbeeld, hè. Als jullie me niet begrijpen, maar ja, zeker. Ik geloof zeker nog in de liefde. 100% zeker. Ergens is mijn dekseltje op mijn potje. Ben ik zeker van. Voel ik me soms eenzaam? Die vraag heb ik ook wel eens beantwoord, denk ik. Want tuurlijk voel ik mij soms eenzaam. Ik woon alleen. Soms zijn er dagen dat ik niemand zie of zo. En dat ik best wel eenzaam ben. Maar over het algemeen kan ik heel goed op mezelf zijn. En ben ik wel ook graag alleen. Dus het valt goed mee. Wat is mijn lievelings-BH-merk? Maakt me eigenlijk niet heel veel uit. Maar als ik iets moet kiezen, dan is het Victoria's Secret. De meeste BH's die ik heb zijn van Victoria's Secret. Komt er heel veel de vraag. En die vraag krijg ik de laatste tijd best nog meer. Heb ik een relatie met Fabrizio van Temptation Island? Nee, ik heb geen relatie met Fabrizio van Temptation Island. Ik snap niet waarom dat iedereen dat vraagt. Of wat het gedacht daarachter is. Of waar mensen dat halen. Dat ik iets met Fabrizio heb. Maar nee, ik heb niks met Fabrizio. Fabrizio is een coole kerel. Een fijne gast, sowieso. Maar ik heb geen relatie met Fabrizio. Heb ik ooit lesbische gevoelens gehad? Ja, en ik denk ook niet dat dat heel vreemd is. Want ik ben sowieso wel open-minded en ik sta voor veel open. Ja, ik denk in een fase dat ik nog niet goed wist wat ik wou of zo en meer wou experimenteren, dat dat zeker aan bod is gekomen. Zou ik een fan daten? Fan is een groot woord. Maar ik denk iemand die alles van mij volgt en zo al alles weet over mij. Allee, alles kunnen jullie nooit weten via video's en Instagram. Want er zijn ook nog dingen die ik sowieso privé hou en die jullie niet weten. Maar als er iemand zou zijn die zo te veel over mij weet, zou ik dat wel freaky vinden. En dan dat zou ik niet zo leuk vinden, want ik zou graag nog wel dingen over mezelf willen vertellen. Op een date of zo, snap je? Dus hangt er vanaf in hoeverre je fan definieert eigenlijk. Als het, komt je erbij? Als het too much is, dan niet. Maar ja, natuurlijk als ik op een date ga of zo, soms kan ik niet verwachten dat niemand mij kent, want ik gooi mijn leven online, dus dat kan ik niet verwachten. Maar als die persoon mij te veel kent, of als ik dan vertel van, nou ja, gisteren dit en dat, en dat die dan zegt van, kijk me even kijken, en dat die dan zegt van, ah ja, heb ik gezien in een video, dat zou ik misschien niet zo tof vinden, denk ik. Al zou ik het wel leuk vinden dat hij mijn video's kijkt, maar niet allemaal. Snap je? En of nee, in het begin misschien niet. Maar ik zou het wel leuk vinden dat hij mijn video's kijkt als we samen zijn of zo. Dat zou ik wel niet erg vinden. Dat is misschien raar. Ja. My brain is weird. Vind ik het erg dat bepaalde relaties die ik heb gehad stuk zijn gegaan? Ik heb 3 relaties gehad. 1 lange, 1 saval lange en 1 hele korte. Nee. Ik vind dat niet erg. Ik denk dat dat zo is moeten gaan en dat dat zo is moeten zijn. Ik heb er heel veel van geleerd en ik ben zeker dankbaar voor elke relatie die ik heb gehad. Dus nee. Hoeveel bedpartners heb je gehad? Ik gok meer dan 30. Wat is dat? Waarom gokt je meer dan 30? Zie ik er zo uit of wat? Bedankt, hè? Allee, maakt niet uit, hè? Vrouwen die meer dan 30 bedpartners hebben, meer dan 50, meer dan 100. You go, girls. Maar nee, ik heb er niet meer dan 30. Ik kan ze nog altijd op 2 handen tellen. Had ik vroeger een oogje op Celine? Vroeger? Ik heb nog altijd een oogje op Celine.
weer zo'n soort vraag. Zou ik ooit een vrouw daten? Ja, ik weet niet, daten of een relatie beginnen? Ik denk beide niet. Vrouwen zijn te ingewikkeld. Mannen zijn simpeler, vind ik op dat vlak. En nee, gewoon eigenlijk nee. Nee. Veel van de soort seksvragen. Heb je al een one-night stand gehad? Ja, ik heb al een one-night stand gehad. Oké, ik ga de rest van de vragen straks of morgen beantwoorden. Want ik ga weg, maar ik zie jullie zelfs terug voor het volgende deel. Oké, we zijn een paar dagen verder. Hier zit cola trouwens, mijn wijnglas, cola zero. En ik heb geen make-up op zoals je kunt zien. Ik zie er moe uit. Ik heb niet zo goed geslapen. Dus vandaar de tired face. Maar ik ga verder met de vragen te beantwoorden. Iemand vraagt, waarom ga je niet meer fitnessen met je coach? Omdat mijn coach, mijn personal trainer toen, mijn ex is. Dus daarom gaan we niet meer samen fitnessen. Dat zou niet echt gaan. Ben je een oppervlakkig persoon? Dat vraag ik me enorm af. Je lijkt wel een warm hart te hebben. Ik denk niet dat ik oppervlakkig ben. Hoop ik toch niet, maar ik gok van niet. Er is wel zeker wat inhoud in mij. En ook zeker wel een diep gesprek met mij voeren en zo. Dus ik zou zeggen nee, ik ben geen oppervlakkig persoon. Welke BV zie je zitten? BV is alleen in Vlaanderen zeker, anders zei ik Justin Bieber. Maar een BV in België. Misschien Victor Verhulst of zo dan? Ik weet het niet. Ik zou niet weten wie ik moet kiezen. Maar Victor Verhulst of zo. Zou ik ooit terug gaan studeren? Nee, nooit. Heb ik ooit wat aan mezelf gedaan? Ja, die vraag heb ik ook altijd beantwoord. Ik heb mijn lippen laten opspuiten. Ik heb mijn borsten laten vergroten 5 jaar geleden. En ik heb botox in mijn voorhoofd. Heb ik nog contact met één van mijn exen? Dan staat er Sam, Geert of Dylan. Met Geert niet meer. Met Dylan niet meer. Maar met Sam wel nog. Ja, met zijn ouders heb ik ook wel nog wat contact. Dus ja, met Sam. Maar ik denk ook wel dat dat normaal is na 10 jaar in een relatie geweest te zijn. Sam is ook echt een van mijn beste vrienden geweest. Dus ja, met Sam. Heb ik mijn appartement gekocht of gehuurd? Ik huurde het appartement. Ik heb het niet gekocht. Ben ik heel jaloers in een relatie? Ik denk dat dat wel meevalt. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik denk dat dat wel meevalt. Ik heb gewoon graag wel, als er iemand speciaal voor mij is, dat hij ook laat zien dat ik speciaal voor hem ben. En als we ergens zijn en zo, dat hij wel laat zien van, die hoort bij mij. En dat is mijn vriendin, dat is mijn lief. Want dat zou ik ook doen andersom. En dan denk ik dat ik niet veel reden moet hebben om jaloers te zijn. Als er een meisje, stel, naar een vriend toe komt, begint te praten, dan zou ik het leuk vinden dat als ik er ook ben, mijn vriend zou zeggen van kijk, dit is mijn vriendin. En ik denk als dat gewoon goed zit, dat ik geen reden moet hebben om jaloers te zijn in een relatie. Maar dat vind ik gewoon wel belangrijk. Dat gewoon getoond wordt dat ik ja, het lief ben van iemand. Snap je? Wat is de betekenis van mijn tattoos? Die ga ik ook heel snel allemaal in een video beantwoorden. Maar dat is gewoon te veel voor deze video. Ik ga hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk om weer wat meer te weten. En toch wat dieper in de details te gaan op vragen die ik nooit echt heb beantwoord. Laat zeker een leuke comment na. Doe zeker thumbs up. En ik zie jullie in de volgende vlogmas.